Dag liefje vrienden, hoe is het daar? Nou, hier prima. Ja, het sneeuw en ijs begint weg te trekken. Hebben we wintertje ook weer gehad. Kunnen we zo door naar weer een rotzomer. Laten we even kijken wat er onder de doos zit. Laten we even kijken wat ons Achmedje heeft opgestuurd. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Mooi. Nou, godver. Een gemeltje. Mexican spice wormen. En bacon and cheese crickets. Oftewel, god, hoe heet die beesten nou? Krekels. En om het even af te maken, een lolly met een schorpioen erin. Kijk, ik heb helemaal niks tegen insecten. Die moeten er ook zijn. Liever gezegd, de meeste insecten zorgen voor het leven op aarde. Ik noem bijvoorbeeld een bijtje. Maar, nergens staat dat ik ze hoef te eten. Staat nergens. En ik weet dat er heel veel van die groene types zijn die nu zeggen van, ja hoor, we kunnen beter een handje met krekels eten dan een stukje koe. Dat klopt, misschien wel. Maar een stukje koe is net even lekkerder dan een handje krekels, snap je? Overigens heb ik geleerd dat schorpioenen gevaarlijk zijn. En hoe kleiner de schorpioen, hoe giftiger. En op het moment dat hij dus in een lolly past, is het helemaal niet zo verstandig. Kan iemand mij uitleggen waarom het leuk is om hier aan te likken met gevaar voor eigen leven? Nee, hè? En wat maakt de lolly nou lekkerder met dat ding erin? Ja, ik ben misschien een beetje zeikerig, maar ik zit niet helemaal te wachten op een schorpion in mijn tong. En dat ik op een gegeven moment denk, ik heb nog 30 seconden. Want ik moest wel nodig likken aan die lolly van Achmed. Dat klonk een beetje raar. Laten we maar beginnen met de wormen. Mexican spice. Dat is lekker. Dus dat zijn... Ach, wat leuk, de pootjes zitten er nog aan. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dit is een reviewkanaal en ik heb met Achmed besproken dat alles wat hij opstuurt, dat ik dat probeer en eet. Maar we zitten nu toch wel een beetje aan de bodem van de put. Want ik ga dus nu larven, Mexican spice eten. Ja. Het is een beetje pittig van de Mexican spice. Die larf is krokant. Ja. Er is geen reet aan. Die larf is ook van, zeg maar, van binnen een soort van semi-hol. Je gaat zo dwars door het panzertje heen en dan is er niks. Ik heb voor mijn eerst van mijn leven dus nu van die wormen gegeten. Ik vond er niks aan. En nu brandt het een beetje in mijn keel. Eens even kijken of de krekeltjes lekkerder zijn. Ik hoop in ieder geval wel dat er wat meer te kauwen valt, want de larven, dat is niks. Ah, kijk, dat is wel heel leuk. Het leuke is van die krekels is dat ze gewoon nog helemaal heel zijn. Pliep, 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 pliep. Ik hoor nog wat. Pri, 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 pri. Dit is dan de bacon cheese krekel. Van de bacon en van de cheese proef ik helemaal niks. En zo'n krekel, ja. Een beetje pootje. Ze zijn krokant. Je kan het een snackje noemen. Het is alleen smakeloos. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat mocht de hongerwinter ook nog uitbreken. Naast een avondklok en de Siberische kou hier. Dat ik helemaal geen moeite mee heb om krekels en wormen te eten. Echt lekker is het niet, maar het zou wel voedzaam zijn, toch? Kijk, natuurlijk ziet het een beetje raar uit. Zo'n krekel met pootjes en al. En met die oogjes die aankijkt. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Is het dan niet vreemd om de kont van een koe op te eten? Of de poot van een kip? Het maakt mij niet uit waar het vandaan komt, hoor. Het gaat alleen maar om of het lekker is en of het niet lekker is. Ja, krekels zijn gewoon niet de kaarten. Er zit gewoon geen smaak aan. Maar als ik vreselijke honger heb en ik kan mijn maaltje niet bij elkaar vergaren en ik zie een krekel zitten op het dak, die vreet ik hem nu gewoon op. Kijk, laat ik eerlijk zijn. Als Achmed me dood zou willen hebben, dan had hij dat toch op een andere manier moeten doen of gedaan dan een schorpioen in een lolly opsturen. Die krekels kan je opbikken, die wormen kan je opbikken. Zou je dan ook die schorpioenen in je lolly moeten opbikken? En zo ja,
Oh, wat stinkt dat ding naar chemische aardbei, zeg. En zo, ja. Oh, de lolly zelf is ook al heel erg vies. Oh, ik denk dat je eerder doodgaat aan die chemische aardbei dan aan die schorpioen. Voordat ik bij de schorpioen ben, ben ik misselijk. Want het is een hele vieze lolly. Dus ik ga het even oplossen, een momentje. Lolly, hamer. Oh, ja. Nou, ik heb ook de hele schorpioen nog gemerkt. Ik heb een stukje van de schorpioen gegeten en dat smaakt ook gewoon helemaal naar niks. En hier zit dan een staartje in. Ja. Oh. Oh, dat pikt iets in de tong. Oh. Ja. Je dacht zeker dat ik echt de schorpioen... Nou, bedankt voor deze ervaring. Het was echt hartstikke leuk. Wormen, krekels en een schorpioenlolly. Heerlijk. Even tijd voor de cijfertjes. De wormen zijn een prima snackie. Lekker krokant. Beetje spice. Van de Mexican spice. Totaal niet vies. Ja, ik zou niet weten waarom. Maar als je dan toch insecten moet bikken... Kan je deze gewoon lekker bij de borrel nemen. En gewoon voor mij een 6. De krekels zijn mij tegengevallen. Je verwacht bij krekels dat je een hapje eraan hebt. Oeh, je kijkt wel heel gemeen. Moet je kijken. Wat een boze kop, joh. Maar het probleem van die krekels is dat je bacon cheese smaak zou eraan moeten zitten. Je koudt op iets. Het knispert. Geen bacon en cheese smaak. Krekels vallen van tegen. Dan krijg ik van mij een 5. De schorpioenlolly was geen succes. Dat had ermee te maken dat de schorpioen die zat opgesloten in echt een van de goorste lollies die ik ooit heb gehad. De meest chemische aardbeienlolly op aarde. En dan doen ze er ook nog een schorpioen in. Ik heb een stukje schorpioen heb ik eruit geknaagd. Ja, het was helemaal smakeloos. Dus dat was niks. Dus die schorpioenlolly krijgt van mij een 4. Wel leuk aan iemand te geven die bang is voor schorpioenen. Daar niet van. Ik ga helemaal niet moeilijk doen over wat ik in mijn mondje stop. Ik eet ook oesters. Ik eet lever. Ik eet nieren. Ik eet de meest verschrikkelijke dingen. Dus dan zou ik niet echt schrikken voor een wormpie of een krekeltje. Maar het is gewoon niet echt lekker. Het is dat je denkt, ja. Ik heb een worm gegeten. Ik heb een krekel gegeten. Ja, gaaf. Maar lekker was het niet. Laat die beestjes lekker rondspringen. Laat ze lekker voer zijn voor vogeltjes. Het is niks voor ons mens. Nou, dan weten we dat ook weer. Nou, daar. Ik heb even mijn mond spoelen.